Ik denk dat dit jaar minder is als andere jaren. In de zin, het voorjaar is vrij nat geweest. De boeren eigenlijk die vroeg zijn kunnen gaan beginnen gaan te zaaien op hoge, droge grond, die hebben eigenlijk dit jaar gewonnen. Dus die hebben eigenlijk betere maïs, omdat die maïs ook beter tegen dat water kan. Degene die eigenlijk toen in dat voorjaar tussen de buien ingezaaid hebben, die maïs die heeft er wat van geweten.